Max Huibert, gefeliciteerd. Ook voor jou natuurlijk. Guus Til zijn contract opengebroken tot en met 2022. Hij vertelde net, dat is wel bijzonder, want zijn eerste contract was ook jouw eerste contract die je als directeur voor hem hebt ondertekend. Nee, klopt. Ik zag net de foto terug en de datum daaronder. En toen herinnerde ik me weer dat inderdaad ook mijn eerste contract was. Ja. Maakt het ook wel bijzonder dat hij dan ook, hij speelt al zijn hele leven bij de jeugdopleiding van AZ en dan nu tot en met de zomer van 2022. Nou, laat ik zo zeggen, ik ga er niet vanuit dat hij tot de zomer van 2022 nog bij AZ speelt, want dan heeft hij iets niet goed gedaan. Maar het is wel mooi dat we hem voor een langere tijd kunnen binden, want het is wel een speler die laat zien dat hij de afgelopen 2 jaar hele grote stappen maakt. Hè, dat hij inmiddels basisspeler is geworden. Ja, het is aan hem om dat natuurlijk nog verder uit te breiden en om zich verder te ontwikkelen. Zijn jullie te kijken van zijn ontwikkeling? Eigenlijk niet. Guus is een jongen die heel serieus bezig is met zijn vak. Waarvan je ziet dat hij iedere dag bezig is om beter te worden. Het maximale eruit te halen. Hè. Dat klinkt altijd heel simpel. Maar dat is best wel moeilijk, hè, voor een hele hoop spelers toch. En je ziet dat hij heeft gewoon een soort van missie. Door te laten zien dat hij zo snel mogelijk misschien de volgende stappen weer kan maken. Ja, die volgende stap, want een jaar geleden is hij pas doorgebroken. Enorme ontwikkeling gemaakt afgelopen jaar. Waar ligt zijn plafond? Wat is die volgende stap, denk jij? Nou ja, ik denk dat Guus nogmaals staat aan het begin van zijn carrière. Heeft nog niet heel veel wedstrijden gespeeld. Dus met meer wedstrijden spelen, meer ervaring opdoen. Inmiddels ook voor Jong Oranje spelend. Dus ook daar is hij opgevallen. Ja, gaat hij natuurlijk nog verder komen. En het is altijd moeilijk aan te geven waar het plafond ligt van een speler. Wat ik net al aangaf, zijn instelling, de manier waarop hij ermee bezig is. De manier waarop hij zijn vak beleeft. Ja, daar kan hij nog veel verder komen. Guus zelf is ook uiteraard ook positief over AZ. Heeft hij mooie woorden voor. Een nuchtere club, niet arrogant. Maar vooral dat er veel vertrouwen vanuit AZ naar hem toe is. Wat denk je hoe jullie dat gevoel aan hem hebben gegeven? Ja, nou ja, kijk, dat kan hij het beste zelf omschrijven. Maar kijk, hij had natuurlijk nog een contract eigenlijk tot 2020. Wij hadden heel makkelijk kunnen zeggen van dat contract dat ligt er. En we hebben niet zo heel erg veel haast om dat open te breken. Maar ik vind op het moment dat een speler presteert, op het moment dat hij het goed doet, dan moet hij daar ook naar beloond worden. En dus ik denk dat dat misschien een deel van zijn gevoel beschrijft.